Ja, oké. Goed, ik ben allang bekend met Andreas, maar natuurlijk niet met dit toch wel indrukwekkend prachtig boek. Hè. En als u hoopt op vuurwerk discussie, dan kan dat er niet van in huis komen, want eigenlijk ben ik het er ten gronde mee eens. Samengebald rond die twee thema's, moderniteit en de pre-moderniteit, zou ik maar zeggen, aangaat. Maar in elk geval, de thema's daarvan zitten al lang in mijn hoofd en in mijn werk. Nu, dat werk dat daar genoemd werd, alsof iedereen het kent, het fundamenteel rechtbeginsel, dat eerst uit einde van de jaren 70 en het is uiteindelijk verdedigd in december 1982. En dat is al een hele lange tijd. Merkwaardig genoeg is dat boek heruitgegeven door mensen die hier aanwezig zijn. Vandaar de veronderstelling dat het gekend werk is natuurlijk. In 2008, dus 25 jaar later. En dat is denk ik vrij uitzonderlijk voor een proefschrift. En nu, dat was nog een proefschrift, een aggregatieproefschrift voor het hoger onderwijs, dus niet een doctoraatsproefschrift, wat dan onder invloed van de Engelse imperialisten is ingevoerd. En de cultuur van het doctoraat. Ook voor diegenen die dan niet meer dokter konden genoemd worden. Ik was nog afgestudeerd als dokter in de rechten en dat later ging dat niet meer. Hè. Dan was ik gewoon licentiaat in de rechten of wat dan ook en dan nog later master in de rechten. En wie weet, kraan master in de rechten, hoe dat allemaal werkt. Maar goed, dat de bedoeling van dat fundamenteel rechtsbeginsel als aggregatieproefschrift voor het hoger onderwijs, dat had niet de bedoeling wat een doctoraatsproefwerk in de grond zou moeten hebben, dat is van de wetenschap vooruit te helpen. Maar dat was eigenlijk om het onderwijs, het universitair onderwijs, vooruit te helpen. En dat proefschrift was dus eigenlijk een manier, mijn manier om te zeggen, ik heb mij tijdens die rechtenopleiding grondig verveeld. En waarom? Daar stonden daar mensen te onderrichten uit boekjes die in de handel te verkrijgen zijn en die iedereen wordt kaart in huis te hebben die advocaat wil worden. Kan ik misschien niet lezen. Ja. Beter leek het mij om studenten van in het begin, als ze dan toch universiteitsstudenten zijn, om ze vanuit beginselen te leren redeneren. Niet vanuit regeltjes en dan, zoals mij een paar keer is overkomen op het examen, dat de professor een vraag stelde, dat ik antwoordde op wat in de cursus stond, maar ik zie dat u niet naar de les bent geweest, want de wetgeving is veranderd. Okay. Ik zat toen nog heel vroeg in de studie, dus ik kon zeggen, ja, maar dan weet ik toch zoveel als een student in de Unie al 1 en 2 jaar verder zit. Denken vanuit principes beschermd tegen dat soort onzin. Ja, dat zijn dingen die kunnen gebeuren wanneer je in een vakopleiding zit of wanneer je stage loopt. Maar wanneer je een onderwijsrichting volgt, universitair onderwijs volgt voor een bepaalde richting, dan mag je toch wel iets substantiëler verwachten dan dingen die van de ene dag op de andere veranderen, zonder enige andere reden dan dat, ja, het is veranderd. Ik kan er ook niet aan doen, het is veranderd. Nu, gelukkig was dat in de tijd nog de 5-jarige rechtenopleiding, 2 jaar kandidatuur heette dat. En dat was een heel brede opleiding. Daar zat geschiedenis, logica, psychologie, filosofie. Dat zat er allemaal in, kunstgeschiedenis voor diegenen die er
zin in hadden. Dus literatuurgeschiedenis, dat was een heel brede opleiding. Maar de overstap naar de specifieke positief rechtelijke opleiding, die was heel, heel abrupt. En dus dat hele brede beeld dat men kreeg van de Europese traditie, zoals Kinning dat noemt. Ik heb een beetje bezwaar tegen die naam. Ik zal het misschien zo dadelijk uitleggen. Maar in elk geval, het was een heel brede opleiding. Of ja, bijna een opvoeding, meer dan een opleiding. Ja. En dat gaf een basis waarmee ik zelf aan de slag kon gaan. En dat fundamentalisme, dat was dus eigenlijk een eerste poging om vanuit dat principe de rechtsbeginselen te ontwikkelen. Nu, wat dat principe was, daar ga ik nu niet op in. Het gaat niet over mijn boek, maar het gaat over dat boek. Maar in elk geval, een onderdeel van die rechtsfilosofische studie, dat was natuurlijk ook, wat moet je daarmee met die beginselen? En dan komen we al heel dicht in de buurt van het thema van het boek van Andreas. Mijn proefschrift had ik opgedeeld uit veiligheidsoverwegingen. Blijkbaar niet veilig genoeg, maar uit veiligheidsoverneming opgedeeld in een vraag. Het wat en het waarom van het recht. En een tweede deel, dat nooit is verschenen en niet geschreven, omdat het professioneel niet kon. Dat ging over het hoe van het recht. Ja. Hoe kon je dat verwerkelijken? Hoe kan je dat in werkelijkheid gaan toepassen? Dus één ding van principes te deduceren. Maar goed, dat tweede deel is nooit een voluitgeschreven verhandeling geworden, maar het is wel met kleine beetjes her en der in verschillende schotels verwerkt als een kruid in de rest van mijn werk. En één punt daarvan was dat de essentie van hoe je recht verwerkelijkt, dat heeft niks te maken met wat je op de rechtsfaculteiten toen leerde, en al die speciale instellingen. Niks is veel gezegd, ik kan dat niks zeggen, toch veel. Maar wel, het essentiële voor de verwerking van het recht is dat er een degelijke, gedegen morele cultuur is. En later heb ik dat in een formule gegoten, die wordt mij soms nog tegengeworpen, hè, dat een beschaving wordt gedefinieerd niet in termen van wat mensen doen, want dat is eigenlijk vrijwel altijd hetzelfde, op de inkleding en de terminologie na, maar door wat ze denken of geloven dat ze behoren te doen. En het is vanuit dat behoren dat ze een idee hebben van waarvoor moet ik mij verantwoorden en waarom kan ik iemand anders aanspreken. En dan zit je onmiddellijk in de hele sfeer van argumenteren en discussiëren, maar ook, en dat is dan heel specifiek voor het recht, de aanklager en de verweerder, de partijen in een geding. En dan vanuit dat perspectief, dat dan toch in de westerse traditie, de Europese traditie, hoe je het ook wil noemen, essentieel is, die traditie van op tegenspraak argumenteren, zodanig dat daaruit, het zij door de partijen zelf, het zij door een luisterbereide, tot luisterend bereide rechter, conclusies worden getrokken die niet zomaar willekeurige beslissingen zijn, niet het doorhakken van een knoop, al zal dat soms natuurlijk wel moeten gebeuren, maar dat er een complex is van argumenten waaruit blijkt dit is de juiste beslissing. En die, daarmee zitten we eigenlijk op het thema van wat hier in grote letters op de kaft van het boek van Andreas staat, de onzichtbare maat.
En dat, dat is de diplomatische vertaling, neem ik van aan, van het Latijn. Ja. Bij Thomas van Aquino vind je dat heel vaak, hè, de verwijzing naar de maat. Het is een onzichtbare maat. Maar ikzelf, en daar kan ik misschien ook in de discussie op ingaan, sta een beetje huiverig tegenover dat woord maat, ook al heeft het dan een heel prestigieuze pedigree, hè. Omdat het een soort van meetbaarheid suggereert die eigenlijk niet aanwezig is in discussies over goed en kwaad. Dus dit boek is een welgekomen ondersteuning eigenlijk van het boek dat ik ooit geschreven heb. Het hoe van het recht. Het recht komt tot stand vanuit overtuigingen over goed en kwaad, die dan op een, laat ons zeggen, gedisciplineerde manier worden uitgedragen en verdedigd. Ja. Ik denk dat ik het daarbij ga laten. Ik ben een beetje over mezelf bezig geweest, maar toch ook al over